kan niet. Waarom niet? Omdat er allemaal auto's op de weg staan. En er allemaal wachten. En dat kan niet. Is die auto daar? Nee. En mijn lijstje inderdaad klaar geworden. Als je die man overrijdt, zeg je mijn euro. Euro? Ik ben meer dan de euro. Dan moet ik zo'n 5 euro. Dat is ook goed. Ja, nou is dat voorbij. En dat is gedaan. Maar, dat is wel een ding hoor. Ja, hè? Waar ligt die zakje met de voetje? Waar? That's so nice. Hé, hey Erik, ja. Word je hier een beetje zenuwachtig van? Ja, een beetje. Maar dat is meer omdat je naakt zit en ik niet. Dus ik moet een beetje zo kijken. Lynn, die heeft net een nieuwe shirtje gekocht. Dit is echt wel nauw vreselijk met die problemen. En ondanks het beeldscherm kapot is, omdat ik het natuurlijk tegen het triasgebouw heb gegooid. Nou, meer jou gebeukt. Meer jou tegen het triasgebouw heb gegooid. Dan is het niet kapot. Zit een krasje op. Zit een deuk in. En een deuk in het gras. Ja, dat is niet goed voor klaar. Kan je niet denken. Gaan we naar echt voor de brug? Volgens mij kan we verder laten over eten omdat Lynn zo treuzelde. Ja. Tering, we moeten even te wachten. Echt niet leuk hoor. Minuutjes maar. Ja, dat is te lang. Hoezo? Ik moest toch mijn andere ik moest toch mijn nieuwe shirt aan. Ja, nou. Weet je hoe lang je die jou aan had? En mijn hipster. Ja, 5 minuten. En aan de vet. Ik moest mijn haar nog kammen. Dat was in 20 seconden was je klaar. Maar je 20 seconden mijn haar geborsteld. En ik moest mijn kamer opruimen. In een minuut was je klaar. En toen had je nog een minuut om je kamer op te ruimen. Toen heb je nog een half uur getreuzeld. Een half uur. Dat is 60 seconden keer 60 minuten. Oh nee, gedeeld door 2. Ja. Ik weet even niet hoeveel het is, want ik ben al te veel naar school geweest. Ik heb vandaag spelling gehad. En wij krijgen geen lim op school. Dus jij hoort het beter te weten als ik. Maar als je aan min draagt wanneer je Word met DT schrijft. Dat weet ik niet. Dat is dus. Word met een D of Word D. Met DT is als je een. Ik, je of zelf, jij ervoor of erachter hebt of zo. Nee, een bijvoeglijk naamwoord erachter zet. Ik, je, hoe kan je er nou bij... Nee, je is een persoonlijk voornaamwoord, oh, joh. Een persoonlijk voornaamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat iets vertelt over het zelfstandige naamwoord. En het zelfstandige naamwoord is de naam van een mens, een dier of een ding. En in de verleden tijd wil je niet een N erachter zetten of niet. Als je het over een mens hebt, dan moet je er altijd een N achter zetten. En als je het niet over een mens hebt... Dan niet. Dus de verloren schaap en de verloren... Het mens. Verloren schaap. De verloren schaap. De verloren schaap. Oh, hey stomme schaap. Het is, ik zal je niet meer verbeteren, hoor. Vertel maar verder. De verloren men en... De verloren kip. Ja, dat bedoel ik natuurlijk. Het dier voor mij, hè. Niet
Rianne. Rianne van Het verloren kippetje. Het verloren kippetje zat in het bos. En zag een hele grote schaap en die was te groot. Een heel groot schaap. Een hele grote schaap is echt een... Maar ben je een Turk die echt net in Nederland woont? Ja, ik de ben... De verloren schaap. Ik ben Mohammed en ik heb de verloren schaap. De grote schaap. De grote schaap. Wat heet je? Ik eet schap. Ik eet schap. Mijn vader, hè. Bule, als ik hem erbij haal. Je bent niet jarig. Hey, maar kijk, hij doet zijn string omhoog. Dat doe ik ook altijd, dus komt de fiets in. Ja, maar dat was een scooter. Scooter doeter! Hey, scooterboy, zou je eens gaan aanrijden? Dat wil je maar niet doen, hè. Arme meneer de scooter. Uh-oh. Hoor je dat? Wat is het? Brandweerauto. Hoe weet je nou dat het een brandweer is? Nee. Omdat hij... En dat doet de brandweer. En de politie doet... Ja, en de ambulance. De ambulance doet... Ik ben al dood, ik nee, ben al dood. Alweer een lijk. Oh ja, alweer een lijk. Ja, die. Dus dat is het verschil. Dit is wel het zesde filmpje dat ik van je maak. Oh, I don't fucking care. Ik bedoel, als jij je verveelt... Ik ga heel erg inzoomen op jou. Oh, lekker. Wat weet je nou? Ik zat daar mee dat ik het niet meer kon zien. Ik zat met mijn middelvinger in mijn mondkant. Waarom moet ik stoppen? Ik zet het op mijn huis. Ik maak een... Ik maak een nieuwe map. En die noem ik filmpjes en foto's van Erik. En dan zet ik allemaal filmpjes op. Allemaal. Ook die ene met die steeds keken. Ja, die ook. Hé, hey, we rijden een kleine meisje aan. Met het eeg. Ja, dan moeten we ook wat. Ja, maar nou. Hoi. Hi, catering. Nou, dan komen we eraan. Tot zo. Dat is de moeder. Dat is mijn moeder.